Katwijk staat paraat. Dag en nacht. Hulpdiensten rukken uit bij incidenten op zee. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, KNRM, geeft de demonstratie samen met de kustwachthelikopter. Drenkelingen uit zee hijsen en op het strand weer afzetten. De ambulancedienst staat stand-by voor geval van nood. De KNRM zet de 11 meter lange Edith Grondel in bij de hulpverlening. Het reddingvaartuig kan een topsnelheid van 35 knopen, bijna 65 km per uur bereiken, dankzij twee 430 pk motoren. De kustwachthelikopter maakt op hoge snelheid nog een laatste controlerondje.